pittoreske Limburg wonen de bandleden van de horror metal band Carrach en Gen. Zij hebben een optreden gepland op kerstavond in Amstelveen en dit is tegen het zere been van de ChristenUnie. Hallo, is hier een offerfeest? Ja. Zou je even kunnen grunten voor me misschien? Ja! Het grootste probleem vinden wij sowieso al dat het op kerstnacht is. Op zo'n moment dat iedereen zijn kaarsjes aansteekt en zijn lichtjes aansteekt en zijn hele huis versiert met licht en alles, dan komt er zo'n duisternis in Amstelveen. Nou, kerstavond is best een heilige datum. Waarom deze datum? Ja, dan zijn heel veel mensen vrij, werken niet, dus dan kunnen ze naar ons concert komen kijken. Maar zijn ze op vrijdagavond toch ook? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien... Dat zou ook hebben gekund. Dit soort muziek, wat dan uiteindelijk alleen maar dood en verderf zingt, als je het al kunt horen wat ze zingen, hele hoop lawaai maakt, hele diepe beat, hele diepe dat soort dingen, dat heeft ergens iets in, ik kan het niet helemaal uitleggen, maar dat heeft iets in de geest van de mens, doet dat wat. En misschien niet morgen, en misschien niet volgende week, maar dan over een jaar. Ik heb nog geen gekke dingen gezien van mensen die zich opofferen of zelfmoord plegen of iemand anders vermoorden of zoiets dergelijks. Dus nee, het valt allemaal mee hoor. Je kan niet ontkennen dat jullie muziek enigszins duivelse gelijkenissen vertoont, toch? Tuurlijk, er zit een vorm van duisternis in en ik zie dat als kunst. Zet op geen enkele manier aan tot... Ja, dat mensen allerlei gedachten overnemen, of zoals meneer Stoffel suggereert. Kijk, het is bekend dat heavy metal bands satanisten zijn, of in ieder geval vanuit die hoek. Ze komen niet uit een kerkkoor. Dat kan je met me eens zijn. Het is niet zo dat ik thuis kom en dat ik een of ander schaap ga liggen slachten en het bloed ga liggen drinken of zo. Nee hoor, het valt best wel mee. Als die band Hel en Verdoemenis uitspreekt over Amstelveen, ook al is het maar een liedje, dan geloven wij dat in die geestelijke wereld er iets gebeurt. Hij wil absoluut niet dat concert doorgaat. Dus hij gaat gewoon een extreme vergelijking opzoeken om maar mensen wakker te schudden. Zo van, hey, hier is wat heel erg extreems aan de hand en dan wil ik waarschijnlijk mijn gelijk aan gaan krijgen. Someone is going to die, yeah. Dus zeg maar, je laat gebruiken voor dat soort muziek. Dan ben je dus uiteindelijk toch onder invloed van de duisternis. Wat hebben jullie eigenlijk te zeggen tegen Henk Stoffels? Ik zou die man van harte willen bedanken voor de publiciteit. Ook bedankt en ik nodig hem eigenlijk van harte uit om een keer te komen kijken. En als voorproefje hebben we alvast een cd en een snoepje. En dan kan die kijken of hij het iets vindt. En hij is bij deze van harte uitgenodigd.